eerste musical en ik ben echt serieus wel heel vaak zenuwachtig. Maar dat was ik ook bij andere optredens en toestanden. Dus dit is gewoon iets natuurlijks voor mij eigenlijk. Een natuurlijk verschijnsel. We zijn echt een tribe en we hebben het leuk en we voelen echt wat we aan het maken zijn samen. Dus ik denk wel dat we er klaar voor zijn. Het repeteren is eigenlijk altijd anders, want elk jongetje is anders. De een is toch weer een schoffie als de ander, de ander is weer meer bescheiden. De ene valt ook beter te regisseren en de ander is een ongeleid projectiel. Dus dat is altijd anders. Elk jongetje is verschillend en dat maakt het ook een beetje fris en fruitig. Ik ben zelf, al ben ik 46, zelf een straatschoffie. Dat kind in mij is nooit weg geweest. Dus iets geks, het kan me niet gek genoeg. Ja, ze zijn lekker brutaal. En als je een antwoord verwacht die zo gaat klinken, bijvoorbeeld bij een interview, bij een vraag, krijg je een totaal ander antwoord en dat maakt het juist leuk. Dat maakt de kinderen leuk. Allemaal nieuwe mensen, het is een nieuw seizoen, nieuwe samenstelling. En we hebben al gerepeteerd en nog heel eventjes, dan gaan we gewoon met z'n allen weer knallen. Het is gewoon een frisse wind en ik zit er al een tijdje in, maar ik ga vanaf september het ook fulltime doen. Ik vind het een hele relaxte, te gekke rol en wat ik mooi vind aan die rol is dat het voornamelijk eigenlijk een acteerrol is. Dat vind ik ook eng, dat vind ik wel een beetje spannend, want ik ben echt zangeres. Dus dat is wel weer iets om je tanden in te zetten en daar hou ik van. Dus het wordt gewoon helemaal nieuw en gezellig en geweldig. Op het podium staan is zo vet. Ja, het is te gek. De energie. Er zijn zoveel mensen. Ja. En dit was alleen maar de repetitie. Ja, maar de energie die we krijgen van het publiek, dat is echt... Ik kan nu al niet wachten tot straks. Nee. Echt waar. Maar we zijn er klaar voor. Eindelijk beginnen. Ik heb zoveel zin in. Het is fantastisch. Ja.